te gaan. De baan wordt dan steeds sneller. Er zit hier een 24-7 neer. Aan het einde van de rit werd hij met een 24-2 zesde. En dat viel wat tegen. Matteo Bobby dan in zijn eerste testkilometers tijdens een Grand Prix weekend. Want zoals gezegd, hij reed al eerder. Ook onder andere naast Christian Albers van de week al lang. Althans van de winter op een andere dag dan dat Albers reed. Albers was toen wat sneller. Bobby wordt ook niet gezien als een megatalent. Maar heeft het wel voor elkaar en hier rijdt hij voorlopig. Maar je ziet dan toch aan al het handelen, met name in dit soort bochten. Met name de opvolging van remmen en gas en het laten rollen van die auto. Dat is wat moeilijker. Maar als je hier weer kijkt, dan zie je toch dat deze Matteo Bobby wel degelijk weet wat gas geven is. Bobby eindigt de dag uiteindelijk op een laatste plaats. Van de 10 die reden, deed maar 17.